Als je mij vraagt van waar liggen uw prioriteiten, dan zeg ik van nu deze provinciale statenverkiezingen winnen en zorgen dat we op meer plekken gedeputeerden krijgen. Want daar zit je daadwerkelijk qua inhoud meer aan de knop. Maar vroeger was het uitgesloten dat een SP'er burgemeester zou worden. Nu zegt u eigenlijk, ik sluit dat helemaal niet uit. Nee, ik sluit het zeker niet uit. En in de toekomst gaat het ook gebeuren. Maar het is een. Kijk, op het moment dat je nu. De afgelopen periode werd er al steeds gezegd van, hebben jullie wel voldoende bestuurders? Nou, we gingen van, ik geloof, 13 gemeentes naar 45 gemeentes. We hebben overal hele goede bestuurders neergezet. Mm-hmm. Ook in 5 plekken in Limburg. Dat gaan we dadelijk ook doen als we in meer provincies gaan besturen. Maar ik wil wel dat overal goed opgeleide, intern goed opgeleide maar mensen zetten die hun taak aan kunnen. Maar als een intern goed opgeleid iemand van de SP solliciteert, dan moet hij dat vooral doen. Dan heeft hij uw goedkeuring. Ja, ik ga dan kan het zomaar tegenhouden. Zijn dat Heerlen de primeur. Ik ga mensen echt niet tegenhouden als hij wil gaan solliciteren. Dus nee. Die primeur die zou Heerlen alsnog kunnen hebben. Ik mag het Heerlen een keer hopen dat ze hem krijgen.